Hi, hier ben ik weer, Esther Drost namens de stichting Emoveren. Er komt weer een vragenuurtje aan waar je met al je vragen terecht kan voor aanhoudende lichamelijke klachten. En we proberen elke keer ook een ervaringsdeskundige te hebben in ons uurtje, die je allerlei vragen kan stellen, die ook naar haar verhaal kan luisteren. En de volgende keer hebben we Sanne bij ons. Sanne, kan je heel in het kort vertellen, wat waren jouw belangrijkste klachten en hoe lang heb je klachten gehad? Mijn belangrijkste klachten zijn eigenlijk depressie vanaf mijn 18e, burn-out en dat ging ook gepaard met fysieke pijn. En dan in mijn schouders en in mijn hoofd en in mijn nek en het versprong en ja, het was gewoon eigenlijk een grote ellende. Mijn leven was toen een grote ellende. Want van het ene viel ik weer in het ander, omdat ik gewoon niet de oorzaak achter de pijn kon vinden. Ja, dat hebben heel veel mensen hebben daar last van. Allerlei klachten, de pijn die verspringt. Je gaat naar heel veel doktoren. Je hebt waarschijnlijk ook veel diagnoses gekregen. Nou ja, niet eens zo heel veel. Ik heb wel heel lang aan antidepressiva gezeten. Maar dat was natuurlijk ook niet de oplossing. En ja, op een gegeven moment had ik zoveel pijn in mijn schouders. En door de MRI-scan en allemaal scans. En op een gegeven moment krijg je gewoon te horen van, jij moet er maar mee leren leven. Ja, en dat was toch echt voor mij een no-go. Ik bleef gewoon verder zoeken. Ja, no-no. En dat is heel veel mensen die wij krijgen. Mensen die op de ervaringsverhalen, die op de website staan van de Pijn Voorbij en van Stichting Emoveren. Dit is voor heel veel mensen een heel herkenbaar verhaal. Er zijn dus wel degelijk oplossingen voor langdurige klachten. Ja, jij bent daar het levende bewijs van. Ik ook trouwens. Mocht je last hebben van langdurige pijn, of ken je mensen die daar last van hebben, wijs ze op de Stichting Emoveren, wijs op de vragenuurtjes. En laat mensen zich aanmelden. E-mail komt dat zo meteen hieronder. En dan zien we jullie aan de andere kant, waar dit keer Sanne weer met ons mee zal zijn. Gezellig. Ik kijk ernaar uit, Sanne. Ik ook. Hartstikke leuk. Hartstikke mooi. Dag allemaal. Dag.